Mijn naam is Linda Dielemans. Ik ben kinderboekenschrijver en archeoloog. In mijn nieuwe boek Schaduw van de Leeuw komen die twee werelden bij elkaar en neem ik je mee op avontuur in een verre prehistorie. Ik was in Frankrijk in de Bourgogne en nou ja, ik ben natuurlijk archeoloog, dus ik vind oude dingen altijd mooi. Ik zoek altijd naar oude dingen om te bezoeken op vakantie. En ik hoorde daar van een grot die ik kon bezoeken. Daar was dus de hand van een tiener te zien. En dan denk je, ja, wauw, wat bijzonder dat iemand in die tijd, zo lang geleden, zo jong iemand, naar zo'n diepe grot gaat, helemaal in het donker, om daar dan alleen maar zijn hand neer te zetten. Dus vanaf dat moment begonnen de radertjes te draaien, zeg maar. Het boek gaat over Juni, een meisje dat leeft in de ijstijd, ongeveer 28.000 jaar geleden. En ze wordt geplaagd door dromen die heel heftig zijn. En binnen een stam in de ijstijd, in mijn boek tenminste, is de dromer heel belangrijk. Dus één iemand die zijn dromen interpreteert en daaruit de stam adviseert wat ze moeten gaan doen. Moeten ze verder trekken, moeten ze op jacht gaan, dat soort dingen. Maar de stam heeft dus al een dromer en Juni kan eigenlijk nergens heen met haar dromen. En in het boek gaat ze echt heel erg hard proberen om wel haar plekje te vinden. Daar. Ik denk dat mensen toen en nu hetzelfde zijn. Ze zijn allemaal van dezelfde soort. En gevoelens zoals angst en liefde en jaloezie, die hebben altijd bestaan en die zullen ook altijd bestaan. En dit had dus de hand van Juni kunnen zijn. Ik vind het ook prachtig hoe het eruit is komen zien. Nu kan iedereen meekijken in mijn hoofd, maar dan zijn eigen ding van maken. En dat vind ik echt ontzettend gaaf.